Vandaag in een huis vol is de zomervakantie in volle gang. We gaan naar IJmuiden. De Gudelgams gaan klussen in hun IJmuidense strandhuis. En dat hoeft allemaal niet perfect. Ik ben helemaal niet kritisch. Maar dit hangt wel. Ook bij de familie Jelies wordt er hard gewerkt. Harry, jij gaat wel even met mij mee, hè, knecht. Dit is een leuk bootje. Ja. Maar het moet ook een vakantie worden om nooit te vergeten. 2 meter? Ja, dat is heel klein. Als hij maar vaart. En bij de Buddenbrugs hebben Rob en Tayla een mega zwembad in de tuin gezet. 19.000 liter. Maar er is weinig animo. Beweeg jullie benen dan! Televisie is uit, want stroom is duur. En dezelfde rusjes genieten van hun vrije tijd op het schip. Dankjewel! Maar daar is niet iedereen van gediend. Het zwemmen terug hier. Het leven is gevaarlijk. Het zijn schipperskinderen, ze zijn wel wat verder opgevoed dan een normaal welkind, hè? Oh, zijn de eieren op? Nee, er zijn bijna geen eieren meer. In Tollebeek bij de Jelies zijn de kinderen 6 weken vrij. En vader Johan heeft ook voor een paar weken het werk neergelegd. Ze kunnen dus gezellig met z'n allen lunchen. Oh, Jelly, vergeet de eieren niet. 20 eieren. 20? Is goed. 2 dozen. Heel duur voor 1 doosje. Ja, normaal halen we bij mijn vriendin, hè? Ja, hoe duur zijn die dan? Weet ik niet, lieverd. Top, dank je. Eide die vroeg net over de prijs, maar dat komt, wij praten zelf nu best wel over de prijs. En dat we elke keer als we bij de winkel zijn geweest, dan schrik je gewoon weer hoe duur het geworden is. En nu zie je al, de kinderen valt het zelfs op. Dus dat, ja. En we steken het niet onder stoelen en banken van, het wordt gewoon duurder. We moeten wat oppassen, we moeten wat, ja, wat meer uitkijken, andere keuzes maken. En daarom hebben Johan en Janneke een drastisch besluit genomen voor de kinderen. Albertine, Harry, Caroline en Janna gaan straks naar een andere basisschool. We hebben besloten om ze naar Tollebeek te doen, hier in het dorp. Toen hadden we bewuste keuze gemaakt om ze in Emmelo te doen, op een reformatorische school. En nu door alle drukte en tot de benzineprijs, dieselprijs, wordt gewoon echt duur. En we besloten om ze in het dorp te doen. En dit is gewoon ook een goede school, ook school met de Bijbel, ook christelijk achtergrond. 3 minuten lopen voor ze, dus ze kijken er heel erg naar uit. Dus ik hoop dat dat zo blijft. Hey, Albertine, jij? Nee, niet met papa. Oh, ja, ronde ei voor jou. Is ei helemaal niet vies? Johan heeft een platte ei. Een platte ei. En hier, para mí, platte ei para of een broodje? Uno, platte eios. Je moet wel op een broodje. Platte eios. Deze zomer gaan ze, ook vanwege de financiën, niet met z'n allen op reis. Maar Johan heeft wel een ander leuk plan bedacht. Omdat we niet op vakantie gaan, ga ik kijken of ik een bootje kan kopen. Zodat ik de kinderen tijdens de vakantie, kunnen ze hier in de Urk vaart, kunnen ze zich gewoon lekker vermaken. Hoor je dat? Ik heb een broodje. Je gaat niet op vakantie. Maar je wilt toch een bepaalde, voor je kinderen iets geven. En kunnen ze zich helemaal lekker vermaken. Als het mooi weer is, kunnen ze met bootje varen. Lekker zwemmen met bootje. En wat niet al te duur is. Dat ze zeggen, hé, het was wel een hele leuke vakantie. En we gaan lekker dagjes uit. Dat proberen we wel te doen. Ja, ik ook. Maar meer dagjes uit, dingen bezoeken tot het weinig geld kost. Dat je lekker gaat picknicken daar, eigen brood meenemen. Want er is genoeg in Nederland plekjes waar je zo naartoe kan om wat te zien. Wil je ook een ei? Ja, Nederland is wat dat betreft een hartstikke mooi land. Nou, hier dan. De familie Zeldenrust uit Werkendam viert nog steeds vakantie op hun schip. Ondanks dat het een onrustige nacht was, zijn Joshua en de kinderen al vroeg uit de veren. Hey. Ik zag niet. Ik ben wakker geweest. Wat zit erin? Ik hoop het.
Wij zijn vannacht aangekomen op de Maasvlakte. Dan dus die containers eruit. Dat is dus 1-4 is dat eruit gehaald. Om 5 uur lagen we weer te laden. Op 7 uur waren we weer vol. Op weer naar Duitsland. Voor de verdiensten kan ik niet weten. Want slapen was het wel lekker geweest als het overdag geweest was. Hoort erbij. Maar dat zal ik niet de enige in zijn. Er zijn genoeg ouders die pittige nachten hebben en dan toch weer moeten ontbijten met de kinderen. Nee. Er is geen taartje bij in het ontbijt. Zelfs bij alle kleinste, daar mag ik het best niet meer van afpakken. Die wil toch zelfs weer. Meestal eindigt dat met een flinke laag boter en beleg. Nee, dat kan jullie ook. Dankjewel. En trouwens, ik heb zeer gedaan. Goed. Er zit toch al iemand? Ik ben vet van sluis. Nou, dat lijkt wel een sluis. Ja. Maar het is een stormkering. Het zit hier dicht bij zee. En dus een grote schuif en dan kunnen ze het water mee dicht zijn. Ja. Nee. En daar is moeder Jantina. Door de gebroken nacht was ze nog even blijven liggen. Maar echt uitslapen lukt haar niet, want vandaag is het haar laatste dag. Vanavond gaat ze met de 4 jongste kinderen van boord. Het was wat laat gisteravond. Ja, is toch wel fijn als ik klaar met haar blijf liggen. Ja, ik reden zin wel dat ik vanavond naar huis ben. Dus dan wil ik even wat rust doen voordat de week weer begint. Het is ochtend in Hukkelhoven. Rob en Tyla en de jongste Buddenbrugjes zijn al wakker. En zo dadelijk gaan ze klussen in de keuken. De oudste kinderen liggen nog op één oor. Want ze hebben het gisteravond laat gemaakt en daarvan zijn de sporen nog zichtbaar. Ja, opruimen is moeilijk. Het kan heel eenvoudig zijn, hè? Als dan opruimen wat je gepakt hebt. Dan is het probleem al enigszins opgelost. Rob heeft een tijdje terug een tweedehands keuken gekocht die als vervanger zou moeten dienen voor de huidige keuken. Met die keuken, op de foto ligt die heel mooi. Ja. En dan ja, krijg je de keuken en dan zie je bijvoorbeeld ook van vochtschade en zo, weet je wel. Dat ga je dan niet in je eigen keuken zetten. Maar ja, de binnenkeuken is serieus aan vervanging toe. Nou ja, de deurtjes die hangen, het blad is niet meer goed. Ja, het hout begint los te laten. Dus heeft Rob een nieuwe poging gewaagd en heeft hij weer tweedehands toegeslagen. Ja. En dat is een... misschien kun je het laten zien. Prijstechnisch ook, was helemaal niet duur deze keuken. Dat is ook gewoon de eerlijkheid. Die keuken heeft een RVS-blad. Helemaal RVS. De keuken wordt niet echt groter in de zin van dat... Hier zitten nog bijvoorbeeld heel veel kastjes. Wij hebben straks minder kastjes. Gewoon opruimen. Want wat doe je met veel kastjes? Dan ga je veel rotzooi in douwen. Ik merk dat nou ook met etenswaren. Omdat je die hoekkast hebt daar, dan ga je op een gegeven moment kijken. Oh, had ik dat nog? Kijk naar de datum, 1 of 2 jaar oud, weet je wel. Dan denk je, ja, kun je dat weer weggooien. Minder wordt meer. En dus is er werk aan de winkel. De keuken moet leeg. En ook de kastjes waar je nooit in kijkt. Wat vind je van alles in de kast, hè? Handig als je klein bent. Volgens de kinderen ben ik 1,50 meter. Maar ja, Jorien is niet veel groter. Achter klein persoon zit groot persoon. Dat is karakter. Zo. Ik heb een nieuwe poetsvrouw. Alleen die sokken zijn pikzwart omdat je buiten gelopen hebt. Ah, kijk. Oh. Zeg, wil jij helpen dan? Oh, je bent zo sterk. Kun jij deze meenemen naar boven voor mij? Nee. Nee? Oh. Oh, dat niet. Bij de familie Kudelgam uit Amsterdam gaan vandaag ook de handen uit de mouwen. We gaan naar IJmuiden. Want we hebben daar een strandhuisje en dan wordt er geklust. We zijn afgelopen dagen al bezig geweest met klussen. En we gaan nu gewoon door, want komende week wordt ook lekker weer. En dan willen we genieten van het huisje. Toppie, Ozie, high five.
De hele fam hebben we mee. En het is een hele uitdaging om die hele fam en een hoop spullen op de plaats van bestemming te krijgen. Oké, okay, kom je? Ja. Maar wat, wie gaat, want, wie gaat er nu mee? Kik gaat met mij. Alleen Kik? Ja, want de auto is verder vol natuurlijk. Kik gaat met mij mee. Omdat we natuurlijk geen auto hebben waar iedereen in kan, gaan we in twee etappes. Gaat een deel gaat ook met de trein. Maar ik ga alvast vooruit rijden met Kik, met een grote tafel van 2 meter. Kik, kom je? Zal ik ook meteen een boodschappentas meegeven? Want nu ga je meteen... Want we moeten dat de tweede ronde meenemen, plus nog kinderen. Ja, kom maar. Kom ja. Maar. Kik, kan je even helpen? Ja, hij moet weer tillen. Ze is gewoon... Cynthia en de kids zijn al de hele ochtend in de weer met spullen van hun overleden opa André. Die moet er een mooi plekje krijgen in het strandhuisje dat ze van zijn erfenis hebben gekocht. Bijvoorbeeld zo'n onderzetter. Dit is echt al 100 jaar oud. Dit is van mijn vader. En dit is nog uit de tijd dat ik een winkel had. En mijn vader heeft dat toen gekocht bij ons. Dus dat heb ik nu weer terug. Safan. Moet ik ook nog die tas meenemen? Kom maar. Het is een hele organisatie. Ze moeten nu wel een keer vertrekken. Er staat namelijk veel op het programma. Sterk. Oh, jeet. Ja, die tafel is kapot. Of een poot is kapot. Dus we gaan nu naar de bouwmarkt om die poten op maat te laten zagen. En dan gaan we naar IJmuiden. Koffie? Nee, ik moet... Nee, een slokje. Geef het ding. Houd vast. Jezus. Er is niet zo heel veel ruimte. Maar gelukkig ben je heel lenig. Al valt het mee, volgens mij. Volgens mij heb je er geen last van. Het gaat boven je hoofd. Zoals heel veel. Met een volgepakte auto is Ivan klaar voor zijn eerste ritje van vandaag. Reistijd 45 minuten. Ja, dan gaat de brug ook open. Mag ik mijn koffie, jongen? Nee, opa, koffie, zeg ik. Jezus, hij is bijna helemaal leeg, man. Ik weet wel dat ik om 10 uur... ongeveer in IJmuiden wil zijn. Het is 9:45. Het is 9:45? Ja. Ik weet wel dat ik om 11 uur in IJmuiden wil zijn. Johan Jelies wil graag een bootje kopen waar de kinderen zich deze zomer mee kunnen vermaken. En hij heeft al wat voorwerk gedaan. Kijk, dit is een leuk bootje. Kijk, dit is een leuk bootje. Ja. Maar als die niet lekker is, dan vind ik het prima. Maar dit heb je meer aan. 750 euro voor zo'n ding. Het gaat om de kinderen. Dat ze lekker kinderen. Het water in kunnen. Even tussendoor het water in kunnen springen. En gewoon even lekker erop uit kunnen. Je hebt er een prachtige mooie vaart hebben we hiervoor. Het hoeft geen mooi bootje te zijn als hij maar vaart. Als je maar functioneert. Als je maar functioneert. Nou, als je deze doet, Johan, dan ben je direct klaar. Maar 2 meter is... Ja, dat is heel klein. Ja, kijk, je tafel is 3 meter. Veel te klein. Nou, zo hier tot daar. Hé, Aida, moet jij hem betalen of je vader? Oh, als jij mee betaalt, dan doen we een grotere boot. Ik kan kijk, en dit even. Ja, dit ik zou hiervoor gaan. Dit is met trailer. Ja, 7,50. Och, ja, dat is niet duur. Nee. Nou, we gaan gewoon heen, joh. We zien het toch wel? We zien het wel. Voordat ze naar het bootje kunnen gaan kijken, moet er eerst nog een klusje geklaard worden. Oh, die stijger. Die stijger. Ik zag net niet heel goed. Kijk, dan moet je hem helemaal door. Ja. Kun je nog even die 2 wielen daar die kant op brengen, deze 2? Ja hoor. We hebben een mooi bord gekregen van een goede vriend van ons. En die heeft dat helemaal handgemaakt. Daar staat een tekst op wat voor ons van grote waarde is. Ja, dat vinden we mooi om dat aan onze voorgevel te hangen. Om aan iedereen te laten zien waar we voor staan. Sofa, deze is lang. Ja, die mag jij wel hebben. Ja! Ja, maar weet je wel hoe het moet dan? Nee. Kijk, zo. Zo. Ah, kijk. Ja? Oh, die kan heel lang worden. Maar ook voor Janneke is er werk aan de winkel. Om ook haar steentje bij te dragen aan de financiën,
heeft ze 3 keer per week een schoonmaakjob bij het sportcentrum vlak achter hun huis. Wie wil er met mij mee, even naar het MFC? Ik. Jij? Ja. Wil jij mee met mij? Ja. Goed zo, krijg ik een kus? Ja. Hé, hey, Johan. Wat? Ik ga naar het MFC. Ja. Hou vast. Wil jij niet mee, is goed. Harry, jij gaat wel even met mij mee, knecht. Bal weg. Harry, ga je mee dan? Kom. Ja, Harry, je Albertine, kan weg. Albertine, Aida, Willine, naar binnen jullie. Wie meegaat met mij, gaat nu naar binnen. Hé, hey, we gaan achterlangs. Kom. Het schip van de familie Zelderust ligt voor korte tijd voor anker. Wij zijn nu in Dordrecht, bij het bunkerstation. Dat is voor schepen tankstation. Krijgen we een beetje olie, water, voorraden die we besteld hebben. Dus ja, eventjes gouden spullen opruimen en dan staat het weer netjes voor vertrek. En voor de kinderen is het dan even tijd voor een frisse duik op deze zonnige en warme dag. Maar nog een beetje vriendelijk. Het ziet er koud uit als je zo ziet. Duiken. We hebben nu de oudste 4 erin. Die hebben allemaal geval 2 diploma's, jullie en 3. Hier zijn we nu bezig met zwemlessen en die hopen in september een A-diploma te halen. Een van ons staat ook eigenlijk wel te observeren bij bepaalde momenten, zodat je gewoon weet wat er gebeurt. Dus je er eventueel gewoon gelijk op tijd bij bent. Maar dan is daar ineens de havenpolitie. Nou, blijven jullie alsjeblieft hier even weg. Dat zijn meneren met heel veel verstand. En die gaan mij vertellen wat ik moet doen. Ze komen aangestuurd alsof er iets aan de hand is. Hey, ik weet dat dit verboden is. Wat is verboden? Het zwemgedruk hier. Het levensgevaarlijke. Nou, dat valt wel mee. Ik ben er ook doorheen gekomen. Dus nee, ik zie dat gevaar niet zo. Als je hier kijkt wat een stroom hier van staat. Ja, nee, dat weet ik. Ik wil vertellen wat een onderstroom is. Het zijn schipperskinderen, ze zijn wel wat verder opgevoed dan een normaal walkind, hè? Ik snap wat je bedoelt. We hebben gezwommen op een plek waar je volgens mij niet mag zwemmen. Nu wordt papa goed op die mannen, volgens mij. Ik geef je waarschuwing voor. Oké. Okay. Ja. Doe het niet meer. Nee, dan weet ik dat voor de volgende keer. Ik ga het eens opzoeken. Ja, papa vindt het heel vervelend als ze aan boord kwamen, maar ze gaan altijd een drama maken om niks. Mag je nog zwemmen? Nee, absoluut niet. Niet? Nee. We krijgen een officiële waarschuwing, dus dat valt nog mee. Maar, Nee, ik wil jullie er even niet over horen. Dan maar verder zwemmen op het dek. Ja, ze blazen eerst gewoon op, dan kun je ze daarna even mooi schuiven, ja? Dat we hier hebben. Maar ook hier is een zwempartij niet zonder risico. Die slang mocht terug, Kirsa. Niet bij de kolom spuiten, dan gaat het water naar binnen. Stoppen. Ja, er zit er gewoon altijd één van ons hierbij. Zodra ik hier weg ga, gaan de kleintjes mee. Ik wil gewoon heel erg opletten. Jirza, ik had gezegd dat het niet mocht. Jurian, ik heb nee gezegd. Als je daar nu heen gaat, dan zet ik je naar binnen. Terug. Nee, ik ben gewoon duidelijk geweest. Je mag niet glijden, omdat daar een randje zit. En ik kan er niet snel genoeg bij zijn om jou te sparen. Ja, moppen maar even. Kan ik ook niks aan doen. Je wilt toch ook dat ze genieten? Dus ik wil niet alles ontzeggen. Maar er zijn gewoon een paar dingen die ik gewoon niet toesta. Omdat ik daar dan zelf gewoon stress van krijg. Het gevaarlijkste aan boord is gewoon het water ernaast. Ja, simpel. Maar ook het vallen op het dek. Want als je hier naar beneden valt, val je wel staal op staal. Ja. Ik denk dat de grootste nachtmerrie is, dat er eentje naar beneden valt of dat er eentje hard uitglijdt. Maar dat zijn wel dingen waar je continu aan het tellen bent en aan het kijken bent, waar zijn ze. Ivan en Kik hebben op weg naar IJmuiden een pitstop bij de bouwmarkt. Ze moeten hout scoren om de kapotte tafel mee te repareren. Deze. Dit is hem. Ja. En? Want die is ook al wit. Ja, wel, maar dan is al vorig verf. Ja, dit is ook. Wat kost dat? Wat? Nee, deze is niet goed. Nee. Deze is niet goed. 55, nee man. Deze is ook goed hoor. En hoe duur is die?
Hij is 76. Oh! Ja, let's go. Kik heeft maar één taak, dat is de plank. Maar hij wordt nogal afgeleid door allerlei andere spannende zaken. Oké, alle spullen verzameld. Tijd om af te rekenen. Hout. Zijn hout vergeten. We? Kinderen, jongens. Kik, dat is afdeling hout. En hij is de houten balk vergeten, maar hij komt er nu aan. Kinderen, hè? Toppie. Dus alsnog snel de plank afrekenen en dan met gierende banden naar IJmuiden. Ondertussen zijn Cynthia en de kids de laatste spullen aan het pakken. Ivan kan wat hem betreft terugkomen, want zij zijn al bijna klaar. Jess? Jess, wil jij helpen de spullen naar boven tillen? Ja, we hebben wel een taakverdeling, maar niet echt. Het is een beetje een taakverdeling die ter plekke ontstaat. Dus nu denk ik, oh ja, die spullen moeten naar boven. Nou, dan haal ik Jess even uit zijn hoekje. Dus we vullen elkaar wel aan daarin. En Pixie die houdt meer van het rommelen. En Loos weer heel goed met de kleintjes. Kik is heel sterk. Iedereen doet een beetje waar hij goed in is. Ja, wat heb ik nog meer nodig? Een accountant of zo. Iemand die heel punctueel is. Dat is misschien nog wel heel handig. Nee, wel een beetje zwaar. Dat zou inderdaad handig zijn. Want een stuk later dan gepland komen de heren aan. En dan is het eerst even Cynthia bellen hoe het ervoor staat. Hey, hallo. Wij komen nu aan IJmuiden en luiden we uit. Oké, ciao. Tot zo. Later, hoi. Oké. Ze zijn dus net aangekomen op IJmuiden. Snel. Ik vind het nogal lang duren. Gelukkig zijn de mannen nog wel op tijd voor de strandtaxi, die speciaal bedoeld is om onder andere zware spullen naar het strand te brengen. Bon. In de 5 dagen dat de Curochams het huisje hebben, heeft met name Ivan er heel hard gewerkt. De keuken is gepimpt en de vloer is in de lak gezet. Mooi. Het is heel anders. Het is wel echt mooi, hè? Echt, ja. Kijk eens even. Leg die maar. Die gaan we daarin. Want die ga ik buiten verder. Doe jij maar alles poetsen, goed? Tyla is vandaag niet alleen bezig met het op- en ontruimen van de keuken. Ze stort zich ook op de normale huishoudelijke taken. Het is een heel groot huis, maar ja, alles is gewoon bezet. De ene dag doe ik eigenlijk alleen beneden verdieping stofzuigen en dweilen. En dan de dag daarna gaat de onderverdieping zuigen, dweilen. En dan boven en de zolder van de kleintjes. Ze hebben in Huize Burenbroek geen huishoudelijke hulp, omdat ze dat eigenlijk gewoon te duur vinden. Maar in vakantietijd krijgt ze wel hulp van de kinderen. Ik doe ook stofzuigen. Ja, jij gaat het op zich wel mee. Daro is iemand, als ik vraag, doe je even dit voor mij? Waarom ik? Vraag iemand anders. Dan doet hij alsof hij iets aan het doen is. Dan gaat hij naar zolder, gaat hij mee, maar... Hij doet niks. Doet niks. Dit is toet. Pikt chocola. Zo handig. Ik heb neer te gooien. Geno! Zou je even de stofzuiger naar boven kunnen brengen? Even. Zou je ook voor mij daar kunnen stofzuigen? Alleen bij de kattenbak. Oh, is goed. Rob en Tyla zijn 3 jaar geleden naar Duitsland verhuisd, omdat ze daar goedkoper kunnen wonen en leven. Ze proberen daarnaast op de kleintjes te letten. Duitsland is ook veel dingen zijn duur geworden. Als Tyler die gaat siroop halen bijvoorbeeld, siroop bij een winkel. En die was eerst 1,89 euro en nu 3,30 euro. Dus we merken wel dat veel dingen duurder worden. Maar ja, weet je, ja, je kan ook niet tegen je kinderen zeggen, je mag 30% minder eten, omdat alles met 30% gestegen is. Maar Rob is een handige handelaar en weet precies waar hij wel op kan bezuinigen. Ik doe veel tweedehands. Met kinderen moet je naar het functionele kijken. Ik hoef niet naar een winkel en oh, hier 3.500, 4.000 euro, ik noem maar wat. Ik ga nou een bankje halen, weet je. De honden maken een kras op die bank. Je hebt een leren bank, 4.000 euro. Dan spring je er onderhand de tranen in de ogen. Dan kijk je op internet. En dan voor 1.000 euro heb je ook misschien soms hele mooie dingen. En dan ben je niet al dat geld kwijt.
En zo kun je gewoon, naar mijn idee, kun je gewoon bepaalde... Ja, naar mijn idee bijna alles vinden gewoon. Als je niet te veel eisend bent. Maar als Tyla straks haar kapsalon opent, dan blijft er weinig tijd voor schoonmaken over. Alsjeblieft. Dus we zijn wel aan het kijken om iemand wel aan te nemen voor hier te poetsen. En anders is het gewoon niet meer te doen. Dan ben ik alleen maar aan het poetsen en verder niks. En wat had ik gevonden? Had je chocola gepikt? Nee. Nee? Wie dan? Taro, Gideon, Siobhan en Shalom. Oh, iedereen? Ja, behalve ik. Behalve jij? Oké. Okay. Janneke Jelies is op weg naar de sporthal waar ze 10 uur per week schoonmaakt. Gelukkig heeft ze vandaag hulp van 5 jonge Jeliesjes. Ja hoor. Deze sleutel, dat mag. Door de wees ga ik vaak alleen. En nu de kinderen vrij zijn, kunnen ze lekker met me mee. Hou open de deur. Deze gaan we even aan de kant doen. Alle banken. Ik vind het leuk omdat ik mag mijn moeder helpen en alles. Mijn moeder werkt zo hard, dus Aida gaat straks meehelpen. Dat ze nu heel even mag spelen en daarna gaat ze helpen. En dan, volgens mij, gaat zij dan de wc's doen of de prullenbakken. Het is belangrijk dat ik werk voordat ik even voor mezelf heb. Dat ook. En zoals dit is gewoon lekker achter de deur. En dit kan ik overdag plannen. En als de kleine op bed ligt, dan breng ik de babyfoon bij de buurvrouw. En nu natuurlijk het financiële plaatje. Het is gewoon extra geld. We hebben het ook nodig. Dus ja, het is mooi dat het zo kan. Ik laat wel zien aan de kinderen van... vooral nu in deze tijd. Een man kan het gewoon niet meer alleen verdienen. Dus je zult wel het samen, als het kan, moeten doen. En nu ze mij helpen, dan krijgen ze van mij geld. Want ik bedoel, dit doen ze niet voor niks. Het is mijn baantje. Dus als ze mij helpen, dan krijgen ze er wat voor terug. Ja, kom maar. Ga je mee? Je hebt me goed geholpen, hè, meid? Doei. Lekkere, ouwe lieverd. Had je hem al lang, hè? Ja. Serieus? Ja. Waar heb je hem dan? Ik zal... wacht even, hoor. Tadaa. Wauw. Hé, hey, mooi, Johan. Hij is perfect. Ja? Ja, echt wel. Hij is echt mooi, hè? Ja, ik vind alleen jammer... Ik moet eens zeggen, dat ijzer vind ik jammer erop. Wat? Ja, of dat niet beter kon weggewerkt worden. Dat vind ik alleen jammer. Nou, luister, die stijger staat er nog. Anders haal ik wel even een paar mooie messingkleuren. Zou ik wel doen. Maar ik vind het knap dat je hem al hebt hangen. Ik had het niet verwacht. Prachtig. Is die goed vanmiddag of niet? Ik zie rozijnen. De ronde is dus met alleen rozijnen en de vierkant is ook met appel en kaneel. Bij de familie Zelderust heeft Jantina weer wat lekkers gebakken voor de lunch. Het is nog even genieten en dan gaat ze van boord. Want dochters Jirza en Jaira moeten morgen weer naar zwemles. De meisjes zijn nu bezig. En dan moeten we over een paar jaar moeten we nog een keer Jurjam en Jirza samen. En dan zijn we met alle A-diploma's in ieder geval klaar. Dat wil je niet. Ja, bij ons beginnen ze dus in april. Eigenlijk de laatste week van april gaat bij ons het zwembad open. We zwemmen in een buitenbad. En dan zwemmen ze van maandag tot en met donderdag van 7 tot 7:30. Dan hebben ze dus voor schooltijd, hebben ze normaal gesproken, hebben ze hun zwemles er al op zitten. Ik geloof een week of 19 dat ze dan dus 4 dagen per week 1,5 uur zwemmen. Om toch het diploma te halen en de bikinis aan de vlag. He, want dat hadden we afgesproken. 2. De vlag uit met 2 bikinis eraan. Ja. Dat gaan we doen. 2 wil mama. Nee, ik heb er 2 op. Beetje rustig. Daar is de kerk die in ons dorp staat. Ja, met die kruis. Ja. Want dan weten we altijd waar we wonen. Ja, heel goed. Groene kruis, dat steekt overal bovenuit. Ja.
We zijn nu bij Hardingsveld, Giessendam. Om te keer. Dan zou je zeggen, Jantina die springt eraf. Maar die blijft nog even tot Nijmegen. Jantina, we zijn zo van aan het varen. Dan moet ik deze gezelligheid, het mooie uitzicht, het lekkere eten vanavond, voel ik alles missen. Wat leuk is, wij kunnen dus vanuit het zolderraam kunnen we ook het schip zien varen. Als hij belt of appt van joh, ik kom nu langs, kan ik dat echt zien. En het komt ook nog wel eens voor dat we vanaf de rivier zwaaien naar opa en oma. En dan staan ze wel eens op de dijk. Waar zijn opa en oma? Die zitten nu bij tante Nel, denk ik. Dat zou heel goed kunnen. Gaan we even zwaaien? Dag huis, dag dorp, tot vanavond. Jess, Pixie. De Kudelgams zijn nog steeds in voorbereiding van de klusdag in IJmuiden. Ivan is inmiddels op de terugweg naar Amsterdam om Cynthia, Twiggy, Seven en O's op te halen. En de oudste kinderen worden geactiveerd om de trein te halen. De trein van 49 en dan pak je daar de bus 382. De trein van 49 op Centraal. Spoor 5, 12:49. Op spoor 5, dan gaat om 12:56 de bus. 49, spoor 5. Doei, let je goed op je zusjes. Ja. Doeg. Hij heeft er zin in. Ik denk dat ze het toch niet gaan halen, hoor. Kik is 20 kilometer verderop alvast begonnen met klussen. Ja, op dit moment sta ik er een beetje alleen voor, maar Loos is er zo, Pixie en Jess. Dus die kunnen me denk ik wel helpen, hoop ik. Het is nu 15:15. Ik denk dat ze er 15:50 zijn. Ik vind het huisje van wat het was tot wat het nu is, vind ik echt wel zo mooi. Ik denk dat gewoon iedereen wel trots op zichzelf mag zijn dan. Vooral mama. Zij organiseert het hele huis wel. Zij komen de ideeën en wij voeren gewoon uit. Ivan is terug in Amsterdam en kan ook gelijk weer vertrekken. Hij moet nog wel even de auto zo efficiënt mogelijk inpakken. Kom, Twiggy. Kom maar. Ja. Zo. Er zit een bepaalde logica in, hè? Ja. En dan doen we deze hier zo. Oh. Ja, moppie. Mama's a la playa. I love it when a plan comes together. Nou. Nou, gewoon lekker. Het wel een beetje uit. Ach, dat maakt niet uit. Dit is een strakker de planning. Grote teleurstelling. Dat is waar. Oh my gosh, het is zo mooi. Wauw. In IJmuiden is de eerste hulptroep gearriveerd. Maar het heeft wel even geduurd, want er was wat oponthoud. Ja, wij waren er al. Jess was nog helemaal aan lopen. Die zien we waren eerder dan Jess. Veel eerder. Ja, ik hou poepen, mag niet gaan poepen. Jess, heb je gepoept? Ja, ik heb gewoon even met zand zo. Schuwelijk. Maar waarom doe je dit, zeg maar? Oh ja, ik snap het ook. Ik moet het er wel gewoon tegenaan doen. Oh, jij lijkt zo erg op papa. Ik ben hier nog niet, terwijl het af is, ben ik hier nog niet geweest. Ik was alleen maar aan het werk. Dus het is de eerste keer dat ik het echt een beetje in ons eigen stijl zie. Dus dat is wel leuk, dat is wat, hoe ze het hebben gedaan. Eerst zag ik er wel minder in, heel eerlijk. Maar nu ik hier ben, vind ik toch wel, denk ik wel dat het een leuk iets is wat mijn ouders hebben gedaan. Het klussen aan de beide keukens schiet nog niet zo op. Maar in de tuin heeft Rob wel het nodige vakantiewerk verricht. Er is een terras gelegd en er staat een enorm nieuw zwembad. Ik ga wel met ze naar de speeltuin en zo. Maar als je niet, dan kunnen ze altijd hier nog het water in. Staan we hebben er eigenlijk wel voor gekozen, wat groter, wat dieper, dat ze lekker hun gang kunnen gaan. Ik heb het nou dichtgestraat, dus je loopt nog minder modder hier naar binnen. Dat is wel fijn. Ja, dat is normaal eigenlijk bij Rob. Hij is gewoon op alle plekken tegelijk bezig. Willen jullie zwemmen? Ja! Ja, beweeg jullie benen dan! Televisie is uit, want stroom is duur. Zal ik je erin gooien? Ga je het doen? Nee. Ik heb kleren. Oh. Hier, dat is mijn been. De kinderen genieten van het zwembad. En het kostenplaatje dat daarbij hoort,
Neem er Rob en Tyla graag voor lief. 19.000 liter. Dus dat is best, kost wel een beetje. Ja, maar hoe lang hebben we nou al staan? Ja, we hebben nog best wel staan, daarom. Hij staat nog zeker 2-3 maanden. Er is geen vers water in geweest. Nee. Voor de 3-jarige Devan is dit bad natuurlijk veel te diep. Wil je er even in staan? Water gaan? Ja, nog. Nee, nee. Wil je er even niet? Doe die! En gelukkig is er met zo'n groot gezin altijd wel iemand te vinden die je helpt. Jeannot werpt zich graag op als grote broer. Ja, ja, ja. Nu mag ik. Nu een ijs, niet voor met smaken. Oké, wie wil er geen ijsje? Wie wil er geen ijsje? Als ze zijn allemaal stil, ze kennen ze al. Wie wil er een ijsje? Ik ga nu in dit goed zwembad. Okay. Kijk, zijn broek. Oh, hij heeft twee. Oh, hij heeft twee benen in één. Ja. Heb je die zelf aangedaan? Nee. Niet? Heeft Toetie dat gedaan? Ja. Oh, dan heeft Toetie niet goed gekeken. De familie Jelies is in het Friese Jubbega om het bootje te bekijken dat ze eerder vandaag op internet hebben gezien. En misschien gaan ze dat bootje ook wel kopen. Kijk jongens. Wauw Johan. Nee, dat is hem niet. Die is even te duur. Dit is hem, ja. Dit is hem. Hey, er zitten ook gewoon kussens in. Ja, dit staat erbij. Oh, dat is wel, dit, ja, mooi, is wel een mooi dingetje. Hoor, hey. Ja, ah, Johan, dit is toch fantastisch? Ja. Ik ga hier zo liggen en dan ga jij zo varen. Nee, nee. Of was het voor de kinderen? Dat was voor de kinderen, oh, ja. Okay. Mijn broer die heeft nog een motortje liggen. Dus die gaan we er eerst achteraan hangen, denk ik. En dan, dat motortje mag ik voor niks hebben. Ja, dit is toch fantastisch? Dus dan is dat ideaal. Ja, dit is wel heel leuk. Kijk dan, hé. Hey. Dan gaat je vader daar zitten zo, of Jenny. En dan gaan we zo varen. Gaan we varen? Nou, ik denk als wij nou met dit bootje voor de zekerheid nog even een paar peddeltjes erbij kopen. Want, zwemvestje voor de kinderen sowieso. Ik heb er wel al een paar, hoor. Nou, in een motortje van mijn broertje. Moet ja. Je met dan soms zwemmen? Dan zijn we compleet. Dan zijn we compleet. Nee. Van, weet je wat ik voor me zie? Ja? Ik zie voor me dat ik zo aan het stuur zit. Harry kan makkelijk de als ik genoeg geld heb, dan ga ik denk ik een vishengel kopen. En ik, ook. Ik ga sowieso vragen of ik een keer mag varen. En ik ga sowieso de hele tijd voorop zitten. En dan moet Sven natuurlijk ook mee. Want dan gaan Sven en ik daar zitten. En dan gaat Jenny hier varen. En dan wordt het een romantisch tochtje. Dat zie ik echt helemaal voor me. Hé, hey, wat denken jullie? Moet dit een worden? Ja, dit moet een worden. Ja? Dat gaat een worden. Zien jullie daar wel zitten dan? Hé, hey, hoe moet de boot heten? De Jelisboot. De Jelisboot. Hij is mooi, hè? Maar jij hebt het ook wel. Toch? Dank je wel, lieverd. Vind ik lief van jou. Even met de hand vasthouden. Die moet met de hand. Het is inmiddels 3 uur. Alle Curogams zijn op locatie en de klusdag kan beginnen. Wow. Wat mooi, jongens. De vloer, jongens, dat is echt heel mooi geworden. Alleen, dat is wel real life, hè? Dat zand in je huis de hele tijd. Loutje, kom je? We gaan zo. Mama gaat even zeggen wat we gaan doen. Oos, jij gaat met papa en Seven. Mag jij schuren? Okay. Dus jullie gaan schuren en verven, oké? Okay? Nee, want dat is dat niet. Hij is grijs, lieverd. Of Jess en Kik, jullie hangen de planken op. Twee grote planken. Pixie, jij mag afplakken. En ga schilderen met Lois, de plinten. Oos, kan jij de boel even vegen? Al het zand, al het zand daar. Al het zand, al het zand hier de zee in. Ja, ga maar vegen. Maar je moet niet zelf de zee in, al het zand moet weg. Ja, het is leuk bedacht allemaal. Maar de kleintjes hebben voorlopig andere plannen. En ook Pixie lijkt de dans te ontspringen. Ik
ik heb wel zin om mee te helpen. Ja, heel graag thuis. Nee! Maar ik moet even... Ja, lekker skaten. Ik moet even met hun buiten gaan spelen, want ze hebben het een beetje druk. Dus. Oh, lekker fris. Is het natuurlijk wel leuk als je dit met z'n allen doet. Dit is wel een familiehuisje en dan bouw je toch wel herinneringen. Ja, maar het is ook een leuk leerproces, toch? Ik bedoel, dat het... Zeker. Ik vind het leuk, weet je dan, hier mag je ook foutjes maken. Prima, het hoeft toch niet zo strak. Ja, we doen ook maar wat, hè. Het is net als opvoeden. Iedereen doet maar wat. En ik ben helemaal niet kritisch. Dus dat scheelt. Maar dit hangt wel eens. Huh? Het is altijd lastig om op een aardige manier te zeggen dat het niet helemaal recht is, hè? Wat niet helemaal recht is. Kijk, Ondanks dat ze niet naar perfectie streven, valt er op het werk van Kik ook heel voorzichtig wel iets aan te merken. Ik heb een waterpas, hè? Kik. Zal ik het afleiden? Want hij is recht. Hij is niet recht. Kaars recht. Hij is wel recht. Hij is niet recht. Zal ik een waterpas doen? Ik pak hem wel even voor je. Ja hoor, daar zit hij. Kijk, dan hangt toch... Hij kan niet meer ingekomen. Hangt bijna waterpas. Oh, nou, kijk, goed gevoel, zeg. Oh. Met jouw gevoel is niks mis, Kik. Nee, dat weet ik. Hey jongens, we hebben het gered. Yay! Ik ben heel blij, jongens, dat jullie allemaal geholpen hebben, Jess. Ja, dankjewel. Super dankbaar, Kik. Dankjewel. Lo. Eerst voor de plinten, Pix. Dankjewel voor alles. En denk dat wij hier wel echt een heel leuk nestje van gaan maken. Nestje. Nee. Hoe bedoel je? Nestje. Nestje zonder eieren. Oh, dat zeggen. Wil je me wat zeggen of zo? Nestje zonder eieren. Zo te denken. Cheers. 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 Huh? Cheers. Voor Jantina is het moment van vertrek bijna aangebroken. De paar dagen aan boord die zitten er weer op. Dus voor nu is de planning over ongeveer een uurtje in Nijmegen eraf. Ik met de jongste vier. En even een kleine spulletje bij elkaar pakken. Want ik heb eigenlijk mijn tas gewoon niet uitgepakt voor deze paar dagen. Ik heb even uit mijn tas geleefd, omdat je anders gewoon bezig blijft. Dus even de knuffels van de kleintjes bij elkaar zoeken. Even een aantal zwemspullen erbij. En dan alles achter in mijn auto. En dan gaan we weg. Naar huis. Ik heb hier Gonnie. Gonnie is van je ding, ja. Gonnie moet mee naar huis. Dit is de vogel van Jaira. Ik geloof niet dat hij een naam heeft, maar hij moet wel echt mee. En dit is het uiltje van Jirza. En achter het uiltje en de vogel zit wel een heel lief verhaal. Want ik was zwanger van Jurian. En toen liep ik echt op het eind. En toen had Jozua om mij te ontlasten, had hij Jirza en Jaira meegenomen 2 weken. En toen had hij, omdat hij met ze naar boord ging, had hij dus voor allebei een knuffel gekocht. Nou ja, deze 2 dus. En die zijn dus sindsdien ook echt allebei hun lievelingsknuffels. Dus dat is wel echt wel bijzonder, ja. Ja! Ja! Met Nijmegen in zicht is het bijna tijd om afscheid te nemen. Allemaal smeer. Zet hem maar even recht naar de uitgang. De bandjes mogen weer aan boord, hè, jongens? Ja. Heb je zin om naar huis te gaan? Nee. Ja, wel? Wou je liever naar huis of wil je liever aan boord blijven? Aan boord blijven. Hier. Hier blijven, ja. Dat zie je wel, dat dacht ik al. Niet zo slingeren met die evenaar, alsjeblieft. Eva! Hou vast. Ik blijf verder mee. Slaap lekker. Slaapkop. Buitenbol. Hé, kijk eens, Piep. Hey, lekker buiten spelen morgen. Nou, ja. Boxunox. Doe je? Nee hoor. Lichtig lief. Goeie rit. Doei. Hey, luister, over de prins, hè? Nee. Ja, bel. Aanstaande donderdag in een huis vol gaat brugklasser Pixie Kudogam voor het eerst naar de middelbare school. Ze kiest dus snelle, maar wel gevaarlijke route dwars door Amsterdam. Ik weet dat het eigenlijk niet mag, maar anders komen we te laat beginnen. Mijn fiets! Bij de familie Budenbruck gaat vader Rob de nieuwe keuken plaatsen. Tenminste,
Als het allemaal een beetje past. Oh oh. 73. En Johan en Janneke Jelies hebben een bootje gekocht. Maar daarmee zijn ze er nog niet. En alles kost veel geld. Ja, die zijn stukken duurder. Je doet maar geen roze. Dat vind ik dan onzin. Dat vind ik echt onzin. Maak morgen eerlijker. Maak morgen groener. Maak morgen liever. Maak morgen mee. KRO NCRV.